Het is volgens Yvonne Kolderweijer heel begrijpelijk dat de Ladies of Soul niet meer verder wilden met Glennis Grace. Haar imago ligt opengereten bij de uitgang van de Jumbo en voor zo'n groot evenement in de Ziggo Dome kun je geen risico's nemen. Wat als Glennis de rest ook besmet? Het is natuurlijk een enorm financieel risico. Glennis stelt zich echt enorm aan, zegt Yvonne in de podcast The Juice Show. Kijk, weet je wat het is? Het is hier geen kinderspeelplaats. We zitten niet met zijn allen in de zandbak. Het is niet van, nou, alle kindjes mogen nu weer meedoen, je was stout geweest, je hebt in de hoek gestaan, nou gaan we allemaal samen weer scheppen. Nee, nee, dat is niet zo. Het echte leven werkt anders, benadrukt ze. Dit gaat over een carrière van een groep en waarbij één iemand uit de bocht is gevlogen en die heeft haar imago ernstig beschadigd. Ernstig beschadigd. Het is niet van, kom maar. Jij hebt je straf gedaan. Je hebt geschoffeld. Kom maar weer terug. Nee. De ladies of soul handelen volgens Yvonne gewoon zakelijk. Het is jij bent schadelijk nu voor ons imago en er moet brood op de plank. Helaas. Ja. Ik snap het wel. Is het eerlijk? Nee, dat is helemaal niet eerlijk. Guess what? Life is not fair. Maar Glennis heeft haar straf toch uitgezeten? Het rechtssysteem is niet bedoeld van jongens. We kunnen allemaal een foutje maken, staat iets tegenover en dan ben je weer terug. Zo werkt dat niet. Er is een wet en die dien je niet te overtreden. Punt. Gewoon niet. Glennis kijkt er volgens haar te makkelijk naar. Het is niet van, ach, ja, we kijken wel een keer als het wel gebeurt, dan kijken we wel even en dan doe jij je daarna dit. Nee, het is de bedoeling dat je aan de wet houdt, dat iedereen zich aan de wet houdt en dat je die niet overtreedt, zodat dit soort grappen ook niet gebeuren. Yvonne vervolg: zij heeft nu gewoon een imago wat hun imago beschadigt. Zij willen dat niet en dat snap ik. Kijk, jij hoeft ook niet per se iets strafbaars gedaan te hebben om ontslagen te worden, hè, bij je werk. Dat is gewoon een mismatch dan nu. Dan moet Glenda lekker gewoon alleen gaan zingen. Klaar. De grootste fout van Glenn is? Haar reactie na haar jumbo geknok, al dus Yvonne. Ja? Ze heeft het ook zelf gedaan door niet het boetekleed aan te trekken, maar te blijven zeggen: ja, nee, het is toch mijn kind, bla bla bla. Ja, nee, dan krijg je dit. Had zij meteen gezegd: jongens, ik heb zo'n inschattingsfout gemaakt, ik heb mijn zoon geloofd en dat had ik nooit moeten doen, want mijn zoon is een kutkind. Ja, dat zou ze natuurlijk nooit zeggen, dat snap ik ook wel, maar als ze dat meteen had gedaan, dan was het echt wel anders afgelopen. Het was ook gewoon haar houding. Ha ghetto-houding daarna.